Hallo, hallo. Hallo. Hier is daar mijn meisje. Ja. Je moet even scherp stellen. Doe het scherm open. Als je filmt de camera in de komt, dan weet ik denk ik al wat er is. Nou, vertel. Is dat goed? Ja! Yay! Ja! Ik heb dus, een pony! Ja! Ze is onderweg naar de manege, dus als je wil, dan kunnen we die kant op gaan. Goed idee. Ja? Nou, dan gaan we die kant maar op. Maar het is nog geen 12 uur. Nee, maar dan wist ik dat je, dat je langer zou wachten. Ah joh, anders word je alleen maar nerveus. Ja. Ik had nog geen bier, het was nog geen kleur. Sorry. Oh, dat is toch een rond. Heel goed, Rick. Je komt ook, hè? Ga je ook mee, Rick? Hey, we gaan naar de manege. Ik ben het. Nou, ik weet eigenlijk niet waar ze is, als ik wel echt eerlijk mag zijn. Ja, maar daar is de trailer. Maar er zit niemand in, volgens mij. Geen idee waar ze zijn. Gevonden? Ja, ah, dat is beter. Ze is de pony kwijt. Had ze nog niet zien staan op de trailer? Maar staat ze in de trailer nog? Ja. Oh, het was zo stil. Ik denk, nou, dan zal ze vast niet in de trailer staan. Jawel. We deden even de grote tour. Ja, nou, slim. Ja, waar ze komt te wonen. Ja. Er zitten wel hele kleine hoekjes. Komt dat zo ook nog klein is? Tas, hij is voor jou. Ja. Is die nieuw? Ja. Krijg je er nog een leuk halstertje bij, hè? Oh. Even wachten. Heb je pas? Heb je hem los? Bijna. Ik heb hem los. Rustig lopen. Ja. Nou, ga maar. Komt ie maar. Ja, wel heel veel mensen. Dit is je leven. Hey. Hey. Het is een braaf om te trainen. Kom maar. We zijn wel best. Kijk, maar mijn hooi net hangt daar. Ze vindt het hier wel beter dan in de bodegraven, geloof ik. Ja, dat geloof ik. Dan voelen ze niet echt denderend, geloof ik. Klein. Klein. Nou. Jij hoeft er ook niet op, Rick. Jij ook even rondlopen. Oké, ik denk even een beetje kennen. Hier ergens eten? Ja. Ik had een grote. Ja, het is wel goed te zien dat ze gewoon haar relaxe zelf weer is. Ja. Ah, ik ga wel met je mee hoor. Zo. Zo, en ja, en Bel, nee ja, Sweetie Bel ging je er noemen toch? Ja. Sweetie wordt het dan denk. Hallo Henja, moest jij hier aan het werk meis? Hallo Fa. Wat is het hier allemaal? Ja, moet je hard aan het werk? Ja, gaan we? Nee? Ga maar kijken. Ga maar kijken hoor. Hier moeten ze toch mee doen.
Ja, zo. We staan niet als... Nee, je moet wel bij haar... Nee, want als ze gaat trappen, moet je even naar achter met haar. Ja, precies dat. Ja. Oh. Niet om erom verlopen. Ja, dat werkt zo niet, hè? Je kan hem ook wel afdoen. Doe maar af voor Tess, mag. Ja, precies. Ligt lekker tussen de zetverdieners. Na alle commotie. Zien jullie mij? Ik ga rollen. Poppetje is het. Ik had toch gevraagd of ze de stal wilden verbouwen tot de Dreamhouse. Omdat het toch wel een soort nat dan is om in een gewone stal te staan als je er zo uitziet. Ja. Ik vind het hier echt wel een stuk relaxer dan in Bodegraven. Ja, maar zullen ze dan niet een beetje voelen? Ja, tuurlijk. Al die zieke wezens daar natuurlijk. Ja, hoor. Even grasjes pakken. En Tess, wat vind je ervan? Ja, ben je heel blij? Nou, mooi. Dan ben ik ook heel blij. Dus onze zoektocht is gelukt, hè? Ja. Ja. En nu? Kijk, stokje. Zo, Bel heeft lekker poer gekregen. De meisjes zijn even, weet ik niet, aan het doen. Ze moet even wennen. Ja, maar je even wennen, meis. Nou, dat komt wel goed hoor. Dit is je nieuwe huisje. Hé? Ja. Dus nu mag ze even in de stal. En waarschijnlijk wordt dat zo meteen wel weer eruit gehaald. Even lekker eten. Ja, kan er al geknuffeld worden. Kijk dan, die Fabienne, die is te lief. Wat een ongelooflijk poepig zetje dan. Je hebt het nog niet helemaal, hè? Ze hebben zelf nog... Je ziet er zelfs, kijk, glittertjes op de peeskapjes. En op het dekje. Dat vond ze eng. Dat vond ze eng. Oh, dan moet ze nog even aan wennen. Wat een poepig zetje is dit dan. Je bent weer te lief, hè? Hé, ponietje. Ja. Oh, 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 oh. Nou, die Tessie mag eindelijk rijden. Jee. Even een rondje door de bak lopen. Ik kan eens even kijken. Ja, de stoel met Ster, dat ook gedaan. Ze even kijken. En dan het moment, de eerste keer, even door de bak heen stappen. Fabienne die heeft weer haar taak opgepakt. En die loopt er even naast voor de zekerheid. De dingen gaan altijd goed, totdat ze niet goed gaan. Dus dan is het verstandig om even veiligheid voorop, zoals altijd. Nou Tess, eerste keer hè? Nee. Ja, maar de eerste keer hier. En ze is al losgekoppeld en aan het draven. Want dat is wat je doet op een pony, hè? Draven. Galopperen. Gaat dat te hard? Ga je stappen? Ontspannen? Misschien moet je morgen gaan galopperen, zei ik nog. Ik weet nog dat ik het zei. Weet je wat? Ga morgen maar galopperen. Ja, dames en heren. Gezegd moet wel even worden dat, dat iemand... altijd de shitklussen kan doen hier, de manege. Er is altijd eentje, de Sjaak. En niet Sjaak, maar Rebecca. Kijk. Het bewijs is er. Dus gaan we even kijken hoe het allemaal gaat. Ja. Ja, dit is echt, dit is leuk rijden hier hoor.
En je staat hier, jij gaat natuurlijk nu bijna naar huis toe. Nou, dan kom ik volgend jaar graag nog een keer terug, want dit is wel echt heel fijn rijden. Ja. Lekker in de drek rollen. Ze heeft het meest droge plekje uitgezocht. Maar ze moest toch even lekker rollen. En naar de andere paardjes kijken. De schlikdraad is al twee keer van geschrokken, dus ik denk dat ze het nu al snapt. En die andere moet natuurlijk ook gewoon wat doen. We hebben net een uurtje, nou, bijna anderhalf uur geoefend met wachten. En dan kreeg ze voor beloning gras. Dat is moeilijk als je vijf bent, wachten. Zo, in kolommen. Allemaal naar de binnenbak. En lekker rijden. Het is wel echt van mini naar heel groot. Zo, de twee dametjes zitten erop. De een is ietsje vlugger dan de ander. Hitte petitje. En dan komt ze voorbij gescheurd. Oh, daar is ze weer. Miauw. Een Speedy Gonzales. Zo. Het wordt wel iets rustiger. Ik zou het niet zeggen, maar het is echt zo. Het heeft ook nog een mening. Dat ook nog. Vandaag zondag. Ja, in de weekvlog zien jullie dit natuurlijk allemaal niet van gisteren. Maar in deze wel. Dus vandaag even in de Maleesje buitenbaan aan het rijden met Bel. En ja, dat gaat eigenlijk wel heel prima. Ik moet natuurlijk wel dingetjes leren. Ja, dat is ook logisch. Volgens mij hebben ze het allebei wel naar hun zin. Tutti 1 en Tutti 2. Nou Nicole, ze scheuren gewoon door de bak 2 heen door met z'n tweeën. Ja, prima. Dat is nog wel wat druk af en toe. En ze snapt het ook niet altijd even goed, maar Tess blijft heel rustig. En dan legt ze het desnoods 10 keer uit. Dus ik moet zeggen, verbazend hoe goed die twee het samen doen. Ik had het wel kunnen weten. Het is toch anders om het dan daadwerkelijk te zien. Ook als Belt niet snapt, zie je, ze blijft rustig. Belonen. Toch maar weer draven. En toch weer de rust erin. Nee, het ging heel goed. Ik heb een stukje voor Nicole gefilmd. Zwaai maar naar haar. Vandaag is ze aan het oefenen om bij het krukje te staan om op te stappen. Ze gaat niet echt opstappen. Het is gewoon een oefening. Zoals je ziet gaat het heel goed. Test dat op het krukje. En wel niet. Dus we gaan weer omlopen. En ze moet het straks aan twee kanten kunnen. Even uit de weg, want daar is ons Kimmetje aan het rondrijden. Dus ze mag ook nog eens een keer Kim niet in de weg lopen. Ze liep net op een zweepje, heel keurig. Dat mag. Kom maar. Gaan we naar het krukje toe. Ja. Tess heeft net de Decathlon leeg. Oh, dat is reclame. Ja. Tess is net uit de sportzaak geweest. Ja. En heeft van alles gekocht. Nee. Dus goed in. Kom. Dan zeg je ho. Ja. En nu zeg je wacht. Zeg maar wacht. Wacht. Juist. Wacht. Nee. Nee. Kijk, dit is wat ze de hele tijd doet. Ik ga Tess even helpen aan de andere kant. Dat gaan we doen. En inmiddels zijn we buiten. En Bel denkt, alweer. Maar ze staat weer. Allemaal dingen waar ze aan moet wennen. En moet luisteren. Niks is zo belangrijk als stilstaan als er opgestapt wordt. Nou ja, andere dingen zijn ook belangrijk, maar dit is ook echt belangrijk. Kist, dat ik is. Tess die geeft een duidelijke hulp. Ze moet wachten. Heel braaf dit. Heel braaf. Nou, je deed het goed. Is dit al goed genoeg? Ja, maar eigenlijk had ze dat stapje niet mogen zetten. Maar nu mag je er wel. Nu is het wel goed zo.
Nou, we gaan naar huis. Wat dacht je daarvan? Alles gezamenlijk. Tot aan het eten aan toe. Ah, ik moet naar huis. En zij moet naar bed, want ze moet naar school. Nee, dit is nog te veel, dus je moet het echt even in de voorbak gooien. Nou, lieve volgers, Kim is jarig vandaag. En nu hebben we taart. Kijk, we hebben echt een hele serieus taart voordat ze meedraaien. Ja, ze zit al te snijden. Nee hoor. Kijk. Tada! Ik vind wel dat die foto scheef zit. Oh, oké. Okay. Hij is dan ook niet gemaakt door je gewone fans. Hij is gemaakt door je grootste fan, ja? Door de HEMA. De HEMA. Ja, je hebt hem besteld. Dus als jullie nog een kaartje willen sturen naar Kim, dan kan dat natuurlijk. Ze is 15 jaar geworden. Nou ja, dat wordt ze eigenlijk dinsdag. Dus jullie hebben nog tijd zat om het op te sturen. En dat kan dan naar... Je mag ook briefkaart. Je mag ook kaartjes, brieven, tekeningen. Allemaal naar Kim. Naar postbus 2024. En dan Tess? Merlis Anton. Oh, 31 en dan? Nog wat. We zetten het hieronder wel in beeld, dat is makkelijker. Bij kaart sturen. En dan is Kim blij. En dan ben ik blij. Yay! Zo. Ja. Leuk dat je hebt gekeken naar deze vlog. Ik ben super blij met mijn pony. En geef een duimpje omhoog en abonneer op het kanaal. Doei!